Welkom bij de Biocast van 21.1. En 21.1 is natuurlijk de eerste paragraaf van hoofdstuk 21. En hoofdstuk 21 heet Molecuul van de 20ste eeuw. En dan hebben we het uiteraard over DNA. In dit hoofdstuk heb je weer een heel aantal leerdoelen. En je moet een aantal dingen weten natuurlijk. Je moet weten hoe een mutatie kan leiden tot een erfelijke aandoening. Je moet weten wat semi-conservatieve replicatie is. Je moet weten welke type RNA er zijn. Je bent er in de vierde klas al een aantal tegengekomen. Je moet kunnen, dat is nog veel belangrijker, je moet kunnen uitleggen wat gentherapie is. Je moet kunnen uitleggen in welke ruimtelijke vorm DNA zich in de kern bevindt en hoe dat samenhangt met het aflezen van dat DNA. Dan moet je ook kunnen uitleggen hoe DNA verdubbeld wordt. En dat is een heel klein zinnetje, maar daar hangt een heleboel aan vast. En bij meer van dit soort leerdoelen is dat zo, dus verkijk je daar niet op. Je moet nog meer dingen kunnen. Je moet kunnen uitleggen hoe DNA kunstmatig vermeerderd wordt. Dus niet zoals jij dat in je cellen doet, maar zoals je dat doet bij het onderzoek aan DNA. Je moet kunnen uitleggen hoe RNA van DNA wordt overgeschreven. Dus hoe je van DNA RNA maakt. Dan moet je ook nog kunnen uitleggen hoe RNA wordt vertaald in een polypeptide. En een polypeptide is een keten van aminozuren en soms is dat een eiwit, maar niet altijd. Soms bestaat een eiwit uit meerdere polypeptiden. Dus vandaar dat hier polypeptide staat en niet eiwit. Je moet kunnen uitleggen dat een aandoening het gevolg kan zijn van een mutatie in het mitochondriaal DNA. Dit zijn de leerdoelen. We gaan kijken naar 21.1 en die heet Genen in beeld. Hier zien we een röntgenfoto van iemand met cystic fibrosis, dus taaislijmziekte. En dat begint bij het DNA. Iemand die een gemuteerd CTFR-gen heeft. Dat betekent dat er een non-functioneel eiwit gemaakt wordt. Dat zorgt er weer voor dat er een verminderde afgifte is van chlorionen vanuit de cel naar het slijmvlies. En dat zorgt ervoor dat de absorptie van water uit dat lumen van die bronchiolen of die bronchiën toeneemt. En dat zorgt ervoor dat het slijm taai wordt. Verstopte longblaasjes zijn het gevolg. In die verstopte longblaasjes, dus waar het slijm blijft zitten, daar kan een bacteriële infectie plaatsvinden. En dat zorgt natuurlijk weer voor een ontsteking, waardoor je last krijgt van bronchitasis. Een heel ingrijpend gevolg van een klein foutje daarbovenaan in het scherm. Dit is een eiwitkanaal, wat ervoor zorgt dat chlorionen uit de binnenkant van de cel door het membraan gepompt worden naar buiten toe. En dat gebeurt als er twee ATP's binden aan het kanaal. Dus het kost energie om naar buiten te pompen. Dit is de normale situatie. In het links heb je de normale situatie. En in je boek is er sprake van een mutatie die ervoor zorgt dat het kanaal niet eens op de goede plaats komt. Rechts zie je een andere mutatie die zorgt dat het kanaal niet goed werkt, maar dat het wel op de goede plaats komt. Het effect is in beide gevallen hetzelfde. Je ziet links worden er chlorionen naar buiten gepompt en rechts niet. Dat zorgt ervoor dat je natuurlijk een concentratiegradiënt hebt van chlorionen aan de rechterkant, een veel hogere concentratie. Dus een plaats, daar vindt osmose plaats, dus water uit het lumen gaat de cel in en dat betekent dat het slijm indikt en dus niet makkelijker meer door de trilharen vervoerd kan worden. Nou, dat zou op te lossen kunnen zijn als je het gen wat kapot was kon vervangen door een kopie van het gen wat wel werkte. En dat is gentherapie. En bij gentherapie wordt er dus een stukje DNA in het DNA van de gastheercel gebracht. Dat kan op twee manieren. Dat moet sowieso met een vector gebeuren. En een van de vectoren die veel gebruikt wordt, is een virus. Omdat je weet, een virus is in staat om zijn DNA in te brengen in dat van de gastheer. En dan wordt het overschreven.
Nou, zo'n adenovirus wordt veel gebruikt. En die brengt dus zijn DNA in de cel. Hij spuit dat naar binnen en dat komt terecht in de celkern, wordt daar ingeplakt in het gastheer-DNA. En dan wordt er van dat DNA een eiwit gemaakt. De code van het DNA wordt vertaald in een eiwit. Hetzelfde kan ook gebeuren met een liposoom. Een liposoom, een blaasje, en in dat blaasje zit het DNA. En dat kan op die manier ook in de cel komen. Het lastige blijft om het op de goede plaats in dat DNA te krijgen. Om te zorgen en dan te zorgen, doordat het op de goede plaats zit, dat het ook nog eens overschreven wordt. Want heel veel gevallen van gentherapie hebben problemen gegeven met leukemie die plaatsvindt. Dus we zijn er nog niet. Maar dit is gentherapie. En dit was de Biocast van hoofdstuk 21.1. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.